Ik ga nu een bodybuilder naar de half rappen. Shirt uit. Shirt maar even uit, hè. Het is zelfs een klein. Besef deze machines allemaal. Dat is geinig. Ik heb oprecht nog nooit zo'n grote gym gezien, man. Dat is ziek. Oh, dat is tering zwaar. Ik doe nooit shoulder press, man. Dit is incline press. Shoulder press. Incline. Incline, ja, klopt, man. Dan gaan we iets zwaarder, hoor. Pinnetje. 50 kilo. Nog nooit gebruikt zo'n pinnen. Oh, hier heb je machines die gewoon zo anders zijn. Bij de zesde, ik ging naar achter en ik voelde zo'n stress. Dat is niet goed, man. Dat is wel een goede machine, man. Dat is een goede machine, man. Dat is een groeimachine, dat is inderdaad. Ik ga gelijk door, man. We moeten gewoon zieke pomp krijgen. Pomp krijgen voor jullie, boys. Bodybuilder. Wat willen ze zien? Toevallig maken we 4 video's op een dag. Dat is de derde video. Dus ik heb net ook al gesquat, gemaxed, gebenchpress gemaxed. Deadlift wil ik ook gaan maxen, maar ik had rugpijn, dus die afgekrapt, die doen we een andere keer. Maar ja. Benchmax ging wel goed, man. Maar ja, het ding is, je kan nooit genoeg chest trainen. Every day is chest day. Dit was schouder, toch? Oké, wacht. Pompbells zijn echt on fire, gewoon en dan geen upper pack. Ik denk dat dit genoeg is voor deze spiergroep, man. Nee, we gaan zwaarder, man. We moeten kapot. Oké. Okay. We gaan gewoon één setje doen. En dan volgende oefening gaan we een zieke pomp krijgen. Gewoon een grotere chest krijgen dan al die guys hier. En dan Larry Wheels. En dan Larry Wheels. Larry, ik kom voor je bench, man. Waar ben je, Larry? Larry, where you at, man? Alright, next oefening. Chest press, maar even goed zetten, want anders ga je een te grote range of motion en dan train je geen pecs meer. Let's go. Oh, onderrugpijn, gek. We zijn op deze gym gewoon dag pas 60 euro is. Per persoon. Dat is echt niet te doen. Daarom nemen we ook 4 video's. Ja, ze hebben wel tering voor machines, maar waarom heb je zoveel machines nodig? Je moet gewoon de basics hebben. Ja. Dat is te licht, man. Dat is te licht. Gooi er 2 bij dan. 2 bij, in 1 keer. Is goed? Tuurlijk. Als ik dat kan zonder mijn rug te breken. Ja. 60 kilo per kant, ja, dat moet wel lukken, toch? Oh, je bench 190. Oh nee. Ik bench 190, dus eigenlijk is het gewoon een 120 bench. Eigenlijk bench je 160 met hulp. Jongens, ga niet 3 maanden stoppen met een oefening doen en dan max je erop. Gelijk rugpijn. Besef even als ik vandaag wel op deadlift. Dan kom je me gelijk afgeven in het ziekenhuis. Dan had je denk 3 maanden op bed gelegen. Ik denk 3 maanden in bed gebleven, ja. En daarna nog op krukken lopen voor 2 maanden. En dan tenslotte kan ik heel rustig aan beginnen met lopen. En dan pas kan ik weer de gym in. Als ze nou even Ronnie Coleman opzet, dan konden we zeggen lightweight baby. Push dan. Dan doen ze altijd niet. Push dan. Het mooie is, iedereen is hier fucking jacked. Maar traint echt anders. Iedereen doet gewoon waar hij zin in heeft. Volgens mij wel. Volgens mij komen ze gewoon naar binnen en ik van we gaan vandaag chest trainen, jongens, en doe het maar wat. Maar het werkt wel. Ja, wel met iets anders.
Als nog was ik. Wanneer ga jij... Hoorde? Ja. Ja, ik kom nu wel in deze community, hè, dus ik word niet verbaasd. Je kan het hier zo halen. Misschien, sowieso als ik één guy vraag, dan heb ik het al gepikt. Maar je mag hem niet hier zetten. Hier zitten veel meer mensen die unnatural zijn dan natural. Is het shirt ook? Dat is een maat M. Ik fit hem wel, ik ben skinny geworden. M van Mike. Ik hou hem. Thanks man. Oké. Okay. Ik dacht dus dat deze gym ook wel gewoon powerlifting dingen had. Man zegt ja, ze hebben hier wel goede bar. Ze hebben hier wel goede bars man. Je kan hier wel je powerlift training doen, ook al ben je, heb je over 6 weken een wedstrijd. Vervolgens slide al mijn gewicht van de stang af bij de tweede rep. Ja. Heel nice. Ik ga nu een bodybuilder naar de hal treppen. Partials. Dat is waar man. Triceps. Zit dit dan? Oep, let op hè. Appa. Maar dit ding is te laag man. Ja dan, hier. Dan moet je die achter je pakken. Pak wel gewoon hoog. De eerste keer dat je ooit ging trainen, toen ik biceps ging trainen, kon ik mijn arm niet eens trekken, man. De volgende dag. Lekkere spierpijn. Ja. Ik heb nu nooit meer spierpijn, maar waarschijnlijk echt een fout. En nog een Larry. For the beats I make a sweat. I'm a dab of my respect. I put it check up on my neck. Life check in the hit. I signed for a couple million. You only touch 100,000. Yeah, I don't be giving no fucks, man. I don't know what you call it on. I don't be giving no fuck. I say whatever I want, yeah. I do whatever I want. I'm counting up money for fun. You know, popping. Is your soul warm? Sure does. Sure, my wife, though. Give yourself a client. See your dogs in the city. Think you boys left some soldier behind. Base apps. That ain't gonna fly. Nope. I took that one off of the table. October zone is a label. I stay with that on like a tie. I stay with that on like a bagel. I stay with that on like a lightsaber. Shot to my ex, I'm a lightsaber. My Glocky is sit on the night table. You light on the waist like a lightsaber. In Seattle, it's just me and Twiz. I hate you boy more than I ever did. You rapping my shit that you never did. My dog in it can like a metal lid. Kid. Yeah, I don't be giving no fucks, man. I don't know what you call it on. I don't be giving no fuck. I say whatever I want, yeah. I do whatever I want. I'm counting up money for fun. You know, popping these purchase for fun. All of my twists got a gun. Couple my twists on the run. Couple my twists down the run. Couple my twists cut them up. Yeah, cut my twists, sell a bunch. Cause your money got take like it's lunch. We on the side that we punt. Bitch, I sleep in the day off the sun. Big body lamps on scene, I sign the same. They get you kind of get fried. You really have no sweat, so what you do? You look back. Komt echt af man, als het eraf is, next level. Like even deze video, abonneer als je nog niet hebt gedaan.